De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Wat bedoel je in godsnaam met ik doe het toch maar niet? Is het niet een beetje laat om daar nu nog op terug te komen? Ja, maar hoe moet ik al die dure kleren verantwoorden? Wat moet ik zeggen als Helmink vraagt waar ik het geld vandaan heb? Ik kan het toch moeilijk zeggen dat ik voor een escortservice werk? Dan zeg je dat je een baantje in een café hebt gevonden en dat je avonddiensten hebt. Nee, ik ga niet tegen de liegen. Dan zijn we dus weer net zo ver als in het begin. Het spijt me echt. Annette, wacht. Het spijt me dat ik zo driftig werd. Ga zitten. Ik snap ook wel dat het allemaal niet zo simpel is. Ik had eerder aan moeten denken. Maar problemen zijn om opgelost te worden. Als we nou eens rustig nadenken wat we eraan kunnen doen. Als je nou eens hier verkleden. Zou dat kunnen? Ja, natuurlijk. En wat het geld betreft, we vinden wel een of ander baantje voor je om dat te verklaren. Nou, wou je dat voor elkaar krijgen? Dat probeer ik al maanden. Toen had je mij nog niet om je te helpen. Vanavond is je eerste afspraak. Ga er nou gewoon naartoe en kijk hoe het je bevalt. Dan weet je tenminste waar we het over hebben. En dan praten we morgen verder, oké? Oké. Ik zie je hier om 5:30. Ik hoop dat ik je vanavond niet teleurstel, want ik word al kotsmisselijk als ik eraan denk. Je hoeft helemaal niet zenuwachtig te zijn. Ik ga met je mee om je te helpen vanavond. En bovendien heb ik een goede vriend geboekt die een cliënt van hem meeneemt. Echt, het wordt een hele leuke avond. Ik wist niet dat je ook meeging. Wat goed van je. Ik vind het echt fantastisch wat je allemaal voor me doet. Als ik jou was geweest, had ik het te lang opgegeven. Ik ben een zakenvrouw. Je hebt stijl, charme. Je bent intelligent, beschaafd. Nou, dat is precies datgene wat ik voor mijn cliënten wil. Daar heb ik wel wat voor over. Nou, kom op, mooie meid. En kom niet te laat vanavond, hè? Zeker weten. Alles in orde voor vanavond? Wat moet dat voorstellen? Onder andere een scheerapparaat. Wat ben je toch geestig? En dan te bedenken dat ik daar jaren van heb mogen genieten. Wat heb jij tegen een onschuldige tas? We hadden afgesproken om samen diner te geven. Dat is wat anders dan samen een bed delen. Een bed delen? Weet je tegenwoordig het verschil niet meer tussen een tas en een bed? Luister, als wij Nico ervan willen overtuigen dat wij nog steeds gelukkig getrouwd zijn, dan zal het er hier toch een beetje naar uit moeten zien dat ik hier ook nog woon. Dat is Linda, denk ik. Linda? Ja, ik heb erover gehaald om te komen. Ze zei dan dat ze dan wat eerder hier zou zijn om jou te helpen. Hulptroepen. Verschrikkelijk aardig van je, Linda, dat je ons wil komen helpen. Ja, Linda, is lief van je. Nou, ik heb mijn kleren vast meegebracht en kan me hier even omkleden als je het goed vindt. Anders moet ik zo weer helemaal naar huis. Nee, natuurlijk. Hang ze maar aan de logeerkamer. Oké. Okay. Weet Arnie dat je haar hebt uitgenodigd? Ja, dat heb ik hem verteld. Hij begrijpt het wel. En nu moet ik echt rennen. Nee, laat maar. Ik weet waar dat naartoe moet. Prima. En moet ik nog iets voor je meebrengen? Nee, dat hoeft niet. Als je maar zorgt dat je om 7:00 hier bent, voor het geval Nico te vroeg is. Ja, dat lijkt me wel verstandig, ja. Nou, maar hopen dat alles goed afloopt, hè. Als het lukt om Nico vanavond zand in de ogen te strooien, dan ga ik nog geloven dat het niet zo mogelijk is. Ja. Wat moet er het eerst gebeuren? Ik zal het je laten zien. Ik heb nooit verwacht dat jij zou komen. Arnie zei dat Nico en jij zo tegen elkaar tekeer gegaan waren.
Ja, dat mag je wel zeggen. Maar ik heb het beloofd, dus wees er maar niet bang dat ik u vanavond nog in de steek zal laten. Je zult trouwens wel blij zijn als die hele avond voorbij is. Ja, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant heeft het ook wel iets spannends. Volgens mij is het net zoiets als je eerste parachutesprong. Dan zit je de hele tijd af te vragen of dat ding nou open gaat of dat je volkomen te pletten slaat. Ik begrijp wat u bedoelt. Dan zet je maar schrap. Het wordt sowieso een ruwe landing. Jij ook met je reclameteksten. Als het hier zo waanzinnig druk blijft, dan moeten we er nog iemand bij nemen. Maar jij weet gewoon helemaal niet wat werken is, ja. Werken waarvoor? Doe even normaal, zeg. Heb je die rekeningen de laatste tijd wel eens gezien? Ja? Hallo, mag ik een broodje speciaal, alsjeblieft? Die hebben we niet meer. Oh, wat heb je nog wel? Ja, wat denk je dat we hebben om deze tijd? Restjes. Oh, laat maar zitten. Hé, wacht even. Spijt me van het broodje speciaal, maar morgen hebben we weer. Ja, heb ik vandaag wat aan? Ga je van krabsalade? Zeker wel. Oké, dan krijg je van mij een broodje krabsalade. Voor de prijs van een broodje speciaal. Oké? Oké. Alsjeblieft. Dankjewel. Tot morgen. Voor een broodje speciaal? Natuurlijk. Ook een mooie manier om geld te maken, hè? Wat denk je dat het spul kost? In ieder geval minder dan het verlies van een klant. Bovendien waren het bestellingen die niet opgehaald zijn, anders moet ik ze weggooien. En als je nog één keer een klant op die manier behandelt, dan vlieg je eruit, oké? Doe ik nou weer niet goed? Ja, je maar van het domme. Je begint me al aardig te vervelen, weet je dat? Wanneer houden jullie nou eens weer op met dat geruzie? Die vent is echt gestoord. Die vindt het niet hard genoeg werk. Ik zou wel eens willen weten hoe hij dat aangekund zonder mij, al die drukte. Klinkt alsof je de lunchmarkt aan het veroveren bent. Maar was het maar waar. Die broodjes speciaal trekken toevallig wat voorbijgangers, maar de kantoren in de buurt weten nog geen eens dat ik besta. Maar waarom ga je ze dat dan niet vertellen? Dat is niet zo'n slecht idee. Ik kan natuurlijk gewoon bij ze langs gaan. Als ik dan zeg dat we bezorgen... Dan... Oh nee, er wordt hier niet bezorgd, hè? Waarom niet? Als die Dumbo hier de hele dag gaat rondrennen, wie helpt me dan achter de bar? Oh shit, ja. Wat dachten jullie van mij? Jij? Ja, ik kan heus wel een broodje smeren en optellen en aftrekken, dat zal ook nog wel lukken. Ja, maar kan je niet genoeg betalen? Maar het geld doet er niet toe, als ik maar een baantje heb. Maakt niet uit wat. Oké. Je bent aangenomen. Je bent gek. Wat zal Gerrit zeggen als hij hoort dat je met zijn geld personeel aanneemt alsof het niks is? Gaat het over jou? Bemoei je er dan niet mee. 3 uur per dag. Hoe meer je verkoopt, hoe meer je verdient. Oké? Wanneer kan ik beginnen? Morgen. Je luistert niet. Je hebt het volkomen geschift, weet je dat? Eerst zit je te zeiken dat ik een tekort aan personeel heb en nou begin je erover dat ik er weer iemand bij aannemen. Wat is het nou? Ze heeft totaal geen ervaring, daar hebben we toch helemaal niks aan. Ach, kom nou, jij hebt het toch ook ergens geleerd? Ja, maar niet hier. Waar ga je beginnen? Hier verderop bij het reclamebureau. Robert? Ja? Als je even tijd hebt, ik wou die casting van die aftershave spot met je doorpraten. Is prima, is er al enig talent beschikbaar? Dat talent is dus niet opkomen dagen. Vreemd. Ik zal het bureau even bellen, kijken wat er aan de hand is. Je bent te laat. Leer het uit je hoofd, je hebt 5 minuten en dan moet het perfect zijn. Ja, er moet een misverstand zijn, hoor. Ik kom hier voor een auditie. Wat kom je hier dan doen? Wie ben je? Ik ben Peter Kelder en ik kan vragen... Kelder, wacht even, waar heb je nou meer gehoord? Was jij niet diegene die ze hebben opgepakt omdat hij het alarm van een van mijn loods heeft laten afgaan? Met u, Nico Stenders? Nou, dat kan niet. En waarom kan dat niet? Ik dacht u veel ouder was. Veel ouder? Ja, nou ja, niet zo jong in ieder geval. Meneer Stenders, Mary heeft Amerika voor u aan de lijn. Oh. Ik kom. Hey, wacht. Wat is er met jou aan de hand? Om zomaar de directeur op zijn nek te springen. Hou toch op, man. Ik ken die vent helemaal niet. Ik kan trouwens niet voor hem, maar voor jou. Oh ja? Wat voor dan? Ja, hier. Speciale service. Ik dacht dat jij wel wat klanten voor me zou kunnen regelen. Luister, Peter. Ik ben helemaal niet beroerd om je even te helpen, maar... Daar houden ze hier niet van. Het is hier allemaal verse fruitsalades en exotische warme snacks, weet je wel. Oké, de grote jongens vallen af, maar dat maakt toch niet uit? Je wou hem toch niet gaan zeggen dat het foodvolk in deze tent geen gewone broodjes eet, hè? Sorry, Peter. Kom maar terug als je betere spullen hebt. Hè? Oh ja, maak ten eerste even een afspraak. Mislukt zeker, hè? Nee hoor. Ik heb 6 bestellingen vanmorgen. 6 nog wel? Maar ben je niet wat vergeten? Wat dan? Vervoer. Hoe wou je die doos allemaal meeslepen? Nou, ik verzin wel wat. Mm-mm.
doe jij hier? Ik werk hier. Ik run deze zaak. Nou, dan moeten ze wel aardig op personeel verlegen zitten. Ik heb 10 jaar naast deze heer mogen wonen. Daar ben ik er nog ziek van. Kan ik iets voor u doen, mevrouw Kleinjan? Pak melk graag. Zeg een melkwinkel? Je hebt het zeker wel gehoord, hè? Voor je moeder. Hoezo? Ze is ziek. Ze heeft al in geen dagen een voet buiten de deur gezet. Maar dat kan jou natuurlijk niet schelen, hè, sinds je niet meer thuis woont. Kinderen, ze zijn allemaal hetzelfde. Als je ze nodig hebt, dan zijn ze er niet. Maar ik had het nog gedrukt de laatste tijd. Oh, natuurlijk. Hij heeft het druk. He, maar zijn moeder ligt doodziek thuis. Ze is al dagen de straat niet op geweest. Als ze op sterven liggen, zou hij nog geen poot uitsteken. Nou, wat blijft die melk? We verkopen geen melk. En wat is dat dan? We verkopen geen melk en zeker niet aan u. Snotters. Wil jij nog wat peterselie plukken voor bij de risotto? Ja, dat is goed. Was er nog genoeg chablis? Ik heb er 6 meegebracht. Ik ben vast iets vergeten. Onmogelijk, man. Je zou een briljant generaal zijn, weet je dat? Ja, zoals je die dingen hier organiseert. Ja, schat. Moet je kijken hoe laat het nou al is. Ik kom nooit op tijd klaar. Geen paniek, het is Nico Stenders maar. Je doet alsof de koningin komt eten. Ja, nou, het scheelt niet veel. Hij is wel de enige Nederlander die ik persoonlijk ken die ooit op de cover van Elsevier gestaan heeft. En André van Duin dan? Maar die ken ik niet persoonlijk. En moet jij niet douchen? En u dan? Ja, ik ga al. Linda, denk je aan de peterselie? Ja, ga dan maar. Is de hele dag al zo? Ja. Als ze nou maar niet zo zenuwachtig was, zouden we nog wel redden vanavond. Ja. Nou ja, het enige wat we kunnen doen is Nico proberen af te leiden als het er somber uit gaat zien. Ik dacht dat jij het hele fake diner niet zag zitten. Nou, klopt. Maar goed, ik heb gezegd wat ik ervan vond. En verder moet ze het zelf maar weten. Ga je nou vanavond nog naar je moeder? Moet je er niet mee? Ja, wat gelijk. Je bent keihard, dacht ik al. Nou, ik ga er vandoor. Zie je morgen. Hè? Zorg nog maar dat je op tijd komt. Ach, val dood. Goedenavond. Annette. Ik ben echt als de dood. Ach, maak je geen zorgen. Je ziet er fantastisch uit. En ik voor in het begin het woord wel. Echt, ze zullen als een blok voor je vallen. Hm? Dat zijn ze. Martine, schat. Wat zalig je weer te zien. Oh, ik dacht dat je me vergeten was. Nou, dat is onmogelijk. Ik was een tijdje in het buitenland. En wie denk je dan dat ik als eerste bel? En dit is dus Annette? Martine zei dat je mooi was. Ze heeft je beslist onderschat. Jij bent beeldschoon. Hé, kom. Ik zal jullie mijn vriend Lex voorstellen. Martine. Hallo. Annette. Is Martine Hafkamp. Hallo. Aangenaam. Nico, fijn dat je er bent. Laura. Wat zie je er geweldig uit. Geen wonder dat Robert zo gek op je is. Ze zijn prachtig. Lief van je. Hé, hey, Arnoud. Blij je weer eens te zien, jongen. En Linda, dat vind ik leuk. Goedenavond, meneer Stenders. Linda en ik hebben elkaar ontmoet onder wat minder prettige omstandigheden. Alles vergeven en vergeten? Valt niets te vergeven. Zaak en vriendschap hoeven niet altijd samen te gaan. Verstandig meisje. Toch zou ik graag willen dat jij iets vriendelijker over mij ging denken. Dat is nergens voor nodig. Ik geef alleen maar cadeautjes aan mensen die ik graag mag. Maak je het niet open? Spannend. God, een duur parfum. Ik dacht dat je dat wel lekker zou vinden. Heerlijk, ik ben inderdaad dol op parfum, zeker op deze. Dat koop je zelf niet zo snel, zo'n duur merk. Waarom had je het mij dan niet gevraagd? Dan had ik het voor je gekocht. Was het geen verrassing meer? Wat maakt dat nou uit, Lien? Laat me jou één goede raad geven, Arnoud. Probeer nooit een vrouw te begrijpen. Vrouwen zijn een en al tegenstrijdigheid. Het is hun grote charme.
En een van de redenen waarom wij mannen altijd weer voor ze vallen. Niet waar, Robert? Goh, moet je mij niet vragen. Op dat gebied ben jij toch de expert? Ja, onderschat jezelf, schat. Whisky, meneer Stenders? Ja, graag. Vertel eens, Linda. Wat ben je van plan te gaan doen met je leven? Ik weet het nog niet precies. Leuke baan, geld sparen, reizen. Ik wil zoveel mogelijk van de wereld zien. Ik denk niet dat we wachten met trouwen voordat ik afgestudeerd ben. Dus je wilt niet met alle geweld fotomodel worden? Vroeger wel, toen ik op school zat. Maar ik heb de laatste tijd zo vaak mijn hoofd gestoten dat ik beter een echte baan kan nemen. Doet er niet toe wat. Nou, waarom doen wij daar eens niet wat aan, Robert? Ja, ik zal eens rondkijken in de zaak. Nou, hoef je niet ver te kijken. Mijn secretaresse heeft vandaag ontslag genomen. Oh, met alle respect, Nico, maar die baan is toch veel te zwaar voor iemand met zo weinig ervaring als Linda. Nee, je begrijpt me verkeerd. Jouw Stefanie wordt mijn secretaresse. En dan kan Linda haar plaats innemen. Een toast. Op onze gastvrouw en gastheer Laura en Robert, die het woord gastvrijheid inhoud weten te geven. En op hun liefde voor elkaar, die zelfs voor hun omgeving hartverwarmend is. Wat een prachtig toespraakje. Is het geen schat, Robert? Ja, ja. Wat dacht je? Zou de koffie al klaar zijn? Ik zal hem even inschenken. Ik help wel even. Wat een geweldig diner, Laura. Al moet ik er niet aan denken hoeveel werk je eraan gehad zult hebben. Oh, dat is helemaal geen moeite. Integendeel, ik doe dit met heel veel plezier. We hebben hier al heel wat afgedineerd, hè? Weet je nog dat feestje op jullie 10e trouwdag? Nou en nog. De hele nacht door en ontbijt met champagne. Dat waren nog eens tijden. Hm? Ja. Het geheim van een goed leven is volgens mij zorgen dat het nooit een sleur wordt. Dat je altijd bezig blijft, dat je af en toe iets totaal anders doet. Zoals die boot waar jij en Laura het altijd over hadden. Zijn jullie nog van plan om die te kopen? Nee. Nee, we zouden hem toch nauwelijks gebruiken. Robert heeft tegenwoordig zo weinig vrije tijd. Ja, dat is ook weer waar, hè? Het prettige van dit huis is dat er zo'n warme familiesfeer hangt. Je bent hier altijd welkom. Ja, lief van je om dat te zeggen. En ik zal je aanbod met beide handen aannemen. Jij ontheemde vrijgezel. Zo ver is het ook weer niet. Maar ik laat op het ogenblik wat veranderingen in mijn appartement aanbrengen. En een huiselijke omgeving lijkt me iets gezelliger dan een hotelkamer. Je bedoelt toch niet dat je hier vannacht wil blijven logeren? Nou, als ik van Laura's lieve aanbod gebruik mag maken. Je bent toch niet van plan om die baan aan te nemen, hè? Waarom niet? Ik grijp mijn kans voor die van gedachten kan veranderen. We kunnen er toch op zijn minst over praten? We hebben hier onze plicht nou wel gedaan. Hoezo over praten? Je wilt me toch niet een baan verbieden of zo? Ik heb het hier trouwens prima naar mijn zin. Je zei dat je vroeg weg wilde. Dat was voordat Nico me die baan aanbood. Is niet dat hij zo charmant kon zijn. Hij heeft je wel helemaal ingepakt, hè? Met zijn dure parfum en zijn aanstellerij. Maak jij maar belachelijk. Ik vind interessant gezelschap wel eens leuk voor de verandering. Mooi, bedankt. Nou, Daniel neemt die vergadering van ons overmorgen. Dus kunnen wij met z'n drieën naar die nieuwe boot gaan kijken die ik voor jullie op het oog heb. Ja, prima. Weet je zeker dat de logeerkamer comfortabel genoeg voor jou is? Ja, denk je niet dat je in je hotelkamer meer privacy hebt? Oh nee, dat is onpersoonlijk. Wat ik mis is een gezinssfeer. En jullie zijn het gelukkigste gezin dat ik ken. Tenzij het voor jullie een probleem is. Oh nee, absoluut niet. Nee, natuurlijk niet. Geen enkel probleem. Wat jammer dat je nu al weg moet. Kunnen we niet ergens anders nog wat gaan drinken? Ik vind het ook heel jammer, maar ik moet echt weg. Je taxi staat voor de deur. Ja, ik ga. Tot ziens, Lex. Het was een fantastische avond. Welterusten. Schoonheid. Welterusten. Laat je niet afschrikken door de koele houding, lieverd. We beginnen nog maar net. De volgende keer zal het echt veel beter gaan, dat beloof ik je. Jij weet ook niet van opgeven, hè? Opgeven? Ik? Ben je gek? Ik begin nog maar net.
ben blij dat u me heeft uitgenodigd. Ik had deze avond voor geen goud willen missen. Tot ziens, meneer Stenders. Bedankt voor alles. Graag gedaan, Linda. Tot overmorgen op kantoor. Dag, mevrouw Alberts. En bedankt voor het fantastische diner. Jij bedankt voor je hulp. Dag. Oké, dag allemaal. Hoi. Dag. Jong en voor de eerste keer verliefd. Kun je iets mooiers voorstellen? Nee. Maar vaak besef je dat pas als het te lang voorbij is. Het is laat. Tijd om naar bed te gaan. Oh, laat je niet door mij ophouden. Ik ben een echt nachtmens. Als je het niet erg vindt, blijf ik nog een beetje op. Ik moet nog een paar telefoontjes afhandelen. Weet je zeker dat je verder niks meer nodig hebt? Nee, dank je. Kom, Robert. We gaan. Ja, wel te rusten. Slaap jij nog op de grond? Wat heeft dat te betekenen? Doe niet zo paniekerig. Ik zou juist met geen vinger aanraken, hoor. Dat zou je ook eens moeten proberen. Ik kan reuze leuk gillen, zoals je weet. Doe niet zo hysterisch. Ik doe die deur alleen maar op slot, zodat Nico hier niet opeens komt binnenwandelen. Hij is tot alles in staat. Het zou zelfs voor hem te ver gaan, denk ik. Nou, reken daar maar niet op. In gesprek. Wie wil jij op dit moment nog bellen? Oh ja, natuurlijk. De lieve Stefanie slaapt vannacht alleen. Ik moet toch vertellen wat er aan de hand is. Zou ik me een beetje voorzichtig inkleden als ik jou was? Ze lijkt me nou niet meteen het meest begrijpende type. Ah, Stefanie, mijn schat. Je moet het niet verkeerd opvatten, maar ik breng de nacht door bij mijn vrouw. Ben je toch ontzettend geestig af en toe? Zou jij alsjeblieft het licht even uit willen doen? Ik moet nog bellen. Je kan zo het licht weer aan doen als ik mijn nachtjapon aan heb. Zeg toch nou toch even normaal, zeg. We zijn jaren getrouwd geweest en dan ga je hier opeens de preutse maagd uithangen. We zijn nog steeds getrouwd. Doe het licht uit. Ben jij dat, Willem? Peter, wat doe jij hier? Ik hoorde dat je ziek was. Kom maar, we gaan niet huilen. Doe mijn mama, alsjeblieft. Gaan we niet. Het spijt me. Het komt alleen maar omdat ik... Mam. Ik weet niet meer wat ik doen moet. Ik kan niet meer.